Goedenavond, beste mensen. Dit is een bijzonder ongewone avond voor onze programma's. Niet alleen binnen de context van Rockers, maar a fortiori binnen de context van het MM Automatenorkest. We hebben namelijk de oeuvre moed gehad om eens te proberen buiten ons normaal repertoire te gaan en ons toe te leggen op hele oude muziek. Voor een instelling die zich eigenlijk specialiseert op nieuwe muziek is dat niet evident. Dat heeft niet voor de hand. We hebben daar wel veel mee geleerd. Het programma begint met hele oude dingen en gaat tot aan de barok in feite. Niet verder. In feite nog een beetje ouder, maar tot aan de barok. In twee delen. Het is min of meer chronologisch opgebouwd. Ik ga geen lange inleidingen geven bij de stukken. Af en toe is bij de stukken voor automaten of test alleen. Ik zal wat in de commentaren met de stukken met muzici overlaten aan Marcel Ketels, die daar veel meer van weet dan ikzelf. Over de eerste twee stukjes wil ik echter wel iets zeggen. Het eerste stuk is totaal hypothetisch. U weet waarschijnlijk dat er een paar restantjes gevonden zijn van Griekse muziek, notatie. Welke klankvoorstelling daarmee gepaard gaat, dit is volledig hypothetisch. Men weet dat die notatie op muziek slaat. En goed, dat materiaal is dus bekend. Sebastian heeft zich daarop toegelegd om dat toe te passen op muzikaal materiaal. Ik garandeer geen authentieke uitvoering. Niemand zou dat trouwens kunnen, maar het is heel erg Sebastian wat. Het tweede stukje is verschrikkelijk kort, maar ik wil er wel iets over zeggen, omdat het wellicht het oudste automatische stuk is dat bewaard is gebleven. Dat is namelijk in Görlitz, tegenwoordig in Polen, maar vroeger zat dat ergens in de 100.000 orgelbouwer. Heeft men de lokale orgelbouwer ooit gevraagd, in de 14e eeuw, om een uurwerk te maken dat een geluid zou maken onder zoveel tijd. Dus het is programmeerbaar. Maar waarschijnlijk, ik weet even de details niet, had het geen geld voor klokken, normale klokken om de voeding uit te maken, maar hebben ze dan een orgelbouwer gevraagd en die heeft dan orgelpijpen gemaakt om een leeuwengebrul, een leeuwengebrul voor te stellen. Nu dat leeuwengebrul van Görlitz is trouwens tegenwoordig gerestaureerd, dat is heel goed gedocumenteerd. Men weet welk akkoord het was, welke pijpen met het eten en die sloegen dus om de hoeveel tijd kreeg je dat gebrul te horen. Maar nu het een van de eerste automaten is, hebben het geprogrammeerd voor de Trump-machine die daar staat. Nu krijgt dus dat nieuwe gebrul te horen. Na Athanaios en het nieuwe gebrul zitten we weer in de normaliteit, laten we maar zeggen. En gaat het programma door met Benjois.